kroketten. Zorg dat je met je beide voeten heupbreedte staat. Je plaatst je handen op deze manier voor het lichaam. En als je dan zo staat, buig je lichtjes in de knieën. Je strengelt je vingers in elkaar. En zo ga je je handen langs je lichaam omhoog brengen. Hier draai je de handen voor je keel, voor je gezicht. Je duwt ze omhoog. Je strekt je armen. Kijk omhoog. Adem. Open je de handen. Gaan de armen zijwaarts weer zakken. Hoofd komt terug. Knieën buig je. Deze serie gaat niet op het ritme van je adem. Dus je adem gaat gewoon door. Je strekt, je kijkt omhoog. En je spreidt en je buigt je knieën. Strek, kijk omhoog. Laatste keer. Terwijl je armen zijwaarts zakken, gaat het gewicht op je linkervoet. Je stapt met je rechtervoet uit. Je kruist je onderarmen. En terwijl je de rechterhand naar rechts brengt, span je de boog met je linkerhand. En die linkerhand komt voor je schouder. Twee knieën zijn goed gebogen. Linkerhand gaat naar buiten, kijk naar links. Armen laat je zakken, gewicht gaat op twee voeten terug. Je kruist je onderarmen, je stapt met je linkervoet uit. En nu ga je de linkerhand naar buiten brengen. Je rechterhand spant de boog en je buigt in je beide knieën. Rechterhand gaat naar buiten. Linkervoet stapt terug. Kruis je onderarmen, stap met je rechtervoet uit. En strek je rechterarm naar rechts. Span de boog en buig je knieën. Linkerhand naar buiten, stap terug. Onderlangs, stap je weer links uit. Linkerhand is de doelhand, de rechterhand spant de boog. Boogschutter richt zich op de adelaar. Rechterhand gaat naar buiten. Je stapt bij, voeten staan heupbreedte. En je zet je linkerhand voor het kruis, je rechterhand hangt erboven. Deze hand is ontspannen. En dan ga je een soort lijntje trekken met deze hand omhoog, die rechterhand. Als die voorbij je hoofd komt, ga je tegelijkertijd twee handen draaien. De rechterhand duwt de hemel omhoog en de linkerhand de aarde naar beneden. De bovenste hand begint te zakken, volgt het lijntje, je buigt je knie. Onderste hand draait, alsof je een balletje zo tussen je handen hebt. Draai je die handen. De rechterhand komt onder. En zo gaat de linkerhand het lijntje volgen. Voorbij je hoofd duw je twee handen tegelijkertijd. En je ademt. Linkerhand zakt. Knieën buigen. Rechterhand voor het kruis. Draai zo, een denkbeeldig balletje tussen je handen. En dan ga je door. Rechterhand omhoog. Knieën strekken. Duw beide handen. Linkerhand voor het kruis. Die rechterhand zakt. En nog één keer. Draai je de handen. Linkerhand volgt het lijntje. En je duwt twee handen omhoog en naar beneden. Linkerhand gaat weer voor je lichaam naar beneden. Rechterhand blijft beneden. En zo heb je twee handen gericht naar de aarde. Terwijl je de knieën gaat strekken, begin je je handen te draaien. Je draait je hoofd naar rechts. Je spreidt je vingers. En je duwt je borstkas naar voren. Draai je terug, de handen keren terug, je buigt de knieën, hoofd recht op. En dan ga je de andere kant op. Wijze uil, kijkt achterom. Leg je de handen terug, hoofd draait terug, knieën buigen.
draaien naar rechts. Open de borst. Keer je terug. Nog één keer. Naar links. Terwijl de handen terugkeren, je hoofd terugdraait, ga je met je gewicht op je linkervoet, stap je met rechts uit en begin je de armen zijwaarts omhoog te brengen. Je neemt ze helemaal mee omhoog, palmen naar de aarde en terwijl je de handen laat zakken, buig je in de knieën. En zo breng je je handen naar je binnenkant bovenbenen. Als die handen daar liggen, strek je iets in de knieën. Je draait je rond en je hoofd naar rechts. Je gaat een mooie halve cirkel draaien. Neus wijst naar de grond. Goed je knieën buigen. Je gaat helemaal door naar links. En als je bijna omhoog bent en je hebt een gezonde nek, gaat het hoofd naar achteren. Gewicht op twee voeten. Hoofd komt terug. En je maakt een kleine buiging. Rug blijft kaarsrecht. Dan strek je de benen. Je draait je rond naar links. En je buigt linksaf. Kijk naar de grond. Goed door de knieën buigen. Door naar rechts. Hoofd naar achteren. Gewicht op twee voeten. Hoofd rechtop. En je buigt. Strek je. Draai je weer naar rechts. Rechtsaf naar beneden. Kijk zo naar de grond. Links omhoog, hoofd naar achteren, recht opzetten en buigen. Eén keer, draai naar links. Een mooie halve cirkel. Rug blijft mooi recht. Hoofd naar achteren, recht op en je buik. Keer je terug met je gewicht op je linkervoet. Rechtervoet stapt bij. Ongeveer heupbreedte sta je. En de armen gaan zijwaarts omhoog. Zo neem je de handen weer voor het gezicht langs naar beneden. En zijn jouw beide handen voor je borstkast, dan draai je de handen. En met je pinken trek je onder je borst zo ergens twee van die lijntjes. Je handen gaan dan over je nieren, over je billen. Achterkant van je benen, over de voeten, over de aarde en met gestrekte armen ga je weer omhoog. Dan ben je boven, benen blijven recht en dan gaan de handen weer zakken. Onder de borstkas trek je de lijntjes met je pinken, over je nieren, over de voeten. Over de grond, en dan kom je weer omhoog. Laat ze zakken. Pinken. Over de nieren. Over je voeten. En je omhoog. Laatste keer. Pinken, over je nieren, voeten en de aarde. Als je dan omhoog bent, dan stap je met je rechtervoet weer uit. Zorg dat je breed staat, handen gaan zijwaarts zakken en je buigt mee in de knieën. Je maakt van je beide handen twee vuisten en die zet je op, ergens op je buik. Je niet over na te denken. Rechter vuist gaat nu een soort stootbeweging in slow motion maken. Je kijkt met goed gefocuste ogen. Je opent de vuist. Je verzamelt de energie van dit plekje. En dat neem je zo in je vuist mee terug naar je buik. Dan gaat de linker vuist recht naar voren. Je opent. Je verzamelt. Je sluit. Je trekt weer terug.
Rechtervuist. Stoot. Open. Verzamel. En neem terug. Nog één keer. Linkervuist. Open. Verzamel. En trek terug. Laat je je vuisten weer open zakken. Je stapt weer terug met je voet. En kijk even naar je voeten. Een klein voetje, een half voetje zo tussen jouw voeten in. Vingers aan de zijkant van je broek. Hoofd mooi rechtop en je kijkt met je ogen naar de aarde. Terwijl je doorademt, ga je de hielen rustig optillen van de grond. Je gaat je balansplekje even vinden. Je ademt. Een centimeter zakken de hielen terug. En dan val je op je hielen. Nog een keer rustig aan. Til je de hielen op. Moet je balans vinden. Een centimetertje zakken. En dan val je op je hielen. Nog een keer. Gewoon ademen. Moet je balans vinden. Ietsje zakken. En op de hak. Laatste keer. Adem. Iets zakken. En je valt op je hielen. Dan stap je iets naar buiten. Je gaat alle energie om je heen verzamelen met je handen. En zo neem je die energie mee naar je buik. En je beide handen gaan op weg naar je buik. Daar leg je ze neer. En je sluit dan even je ogen. Je voelt het contact met jouw handen, met jouw buik. Centrum van de kalmte, centrum van de rust in jou. Als je je beide handen dan rustig laat zakken, dan kun je even zo blijven staan, goed voelen. Hoe jouw lichaam nu aanvoelt. Hoe kalm misschien je geest is. Als je zover bent, dan doe je rustig je ogen weer open.